De winkel van Xenos in winkelcentrum De Nieuwe Passage wordt omgebouwd naar de nieuwe stijl. We hoorden dat jullie gaan verbouwen. Wanneer gaan jullie verbouwen en waarom? Deze week gaan wij nog uitverkopen. Aanstaande zaterdag is de laatste verkoopdag. En dan gaan wij een week op slot, dan gaan wij een week verbouwen. En dan gaan wij volgende week vrijdag gaan wij beginnen met weer een nieuwe inrichting. Gaan de winkel in een nieuw jasje steken, in een nieuw concept, een nieuwe formule. En dat betekent dat we dan zo meteen op 4 juli weer open gaan. En komt er dan ook nog een leuke opening? Of? Jazeker, als we open gaan dan hebben we te maken met hele leuke mooie openingsaanbiedingen. En daar gaan we ook echt een feestje van maken als wij open gaan. En dan nodigen wij ook bij deze ook van iedereen van harte uit om te zorgen dat we jullie om 9:30 voor de deur staan. Want we gaan ook nog eens een keer voor de eerste 100 klanten gratis zo meteen een wandrek weggeven. Dus we gaan er echt iets moois van maken. Wat gaat er allemaal veranderen? Kunt u daar iets over zeggen? Ik wil natuurlijk niet te veel een tipje van de sluier oplichten. Want het is natuurlijk de bedoeling dat heel veel mensen natuurlijk weer naar de nieuwe Xenos winkel komen kijken. Maar één ding is zeker, er komt in deze winkel veel meer sfeer en beleving en openheid en toegankelijkheid. En dat zal heel veel klanten wel aanspreken om weer te komen winkelen bij Xenos. Ook gaan jullie binnenkort een uitverkoop houden. Denkt u dat er veel mensen op afkomen? Ja, ik denk zeker, omdat de uitverkoop nu op dit moment te maken heeft met een korting van 25%, is dat, en op is ook op, is dat ik verwacht dat er nog deze week toch wel wat te veel mensen gaan komen. En ik verwacht ook zeker zo dat als de winkel weer opnieuw verbouwd is en opnieuw ingericht is, dat er misschien wel nog meer mensen gaan komen. Moet nu echt alles weg met deze opruiming? Ja, de artikelen die we hier nu in de winkel zien staan, die artikelen die moeten echt weg. En in de nieuwe winkel die zo meteen open gaat, daar zie je wel een aantal artikelen ook terugkomen die we regulier in het assortiment hebben. Maar daar zie je ook weer hele nieuwe artikelen terugkomen die ook weer gaan zorgen voor sfeer, inspiratie en beleving.